Goed mensen, ik ben Sam en ik speel weer Orcs Must Die. Ja, ik heb er weer zin in. Ik hoop jullie ook. We zitten in de balcony. Het wordt leuk. Het wordt heel erg leuk weer. En ja, ik heb weer niet zoveel te vertellen zoals altijd. Vorige twee parts was onweer en de groep. Ik heb een Ice Amulet gekregen. En ik kom net mijn bed uit. Het is nu... even kijken, het is nu 11 uur. Dus ik kan wat aan de moeie kant zijn, maar ik dacht als van... laat ik even Orcs Must Die spelen. Heb ik wel zin in. En dat moet ik ook meteen opnemen, vind ik. I know I didn't imagine that voice. Even kijken. She is, I don't think she likes me. I don't understand. Ze komen vanaf hier. Like me? Oh ja, ik ook. Oké, okay, ik kan naar buiten kijken. Is jammer genoeg helemaal niks. Ik zet denk ik... vet voor archers er weer, want dat is vet handig. Even kijken, fire babies. Oh nee. Vliegende mensen komen er weer aan, jongens. Even kijken, freezes enemy in their tracks. Vind ik een beetje aan de slappe kant, denk ik. Die. En dan wil ik... wall trap dan maar. Ceiling trap ook. Ceiling trap, heb ik daar wat aan? Hier? Nee, heb ik helemaal niks aan. Dan neem ik de Fire Flame Bracers. Wel iets handiger misschien. Ik weet precies wat ik ga. Ik ga hier een klein meisje maken. Dus dan ga ik hier vast op wat archers zetten. Kijken of ik naar de overkant kan springen. Nee, dat niet. Damn it. Oh, dat is wel slecht. Anders maak ik hier gewoon twee wallies. Hoppa. Kom maar op. Ik ben helemaal klaar voor. Leuk muziek hierbij, hè? Hoppa. Oh jezus, nu al. Oh my god, dit is allemaal air. Maar ze kunnen toch niks. Ik mag toch om headshots. No problem. Oh nee, niet van die kleine. Dat vind ik nieuw, maar het is nu wel irritant. Oké, dan maken we gewoon zo. Dan is dit tegen anti-air. Kijk, daar zijn mijn archers. Oké, dat is goed. Feeling good, feeling good. Boom. Oké, nu komen de orks. Dat kan ik wel aan. En ja. Ik geef Kenzie weet nog steeds niet wat zijn single player is, dus als jullie nog leuke suggesties weten, vertellen. Shit, loopt uit de hand. Als je nog een leuke game weet, zeg vertel het maar gewoon. Het moet wel via Steam, is wel zo handig. Nou ja, een Steam game. Dat is het makkelijkst. Voor ons. Ja. Ik weet niet zoveel, ik heb niet zoveel te vertellen. Het is een luie zaterdag voor mij. Wil ik op een zaterdag helemaal niks doen. Heerlijk. Ja, ik moet wel wat doen. Maar niet iets super belangrijks. Het enige wat we doen is opnemen. Video editen. Want we hebben voor Taos opgenomen. Dus als die nog niet online staat. Zullen we dit luisteren zeggen. Horen. Dan ja, voor Taos komt er weer aan. Hartstikke leuk weer. Ik heb het al gemist zelf, voor Towers. Het is een van de moeilijkste adventure maps ooit gespeeld. Bij mij dan. Hè. Het loopt helemaal uit de hand, jongens. Het loopt echt helemaal uit de hand. Kill them all. Je moet gewoon een headshot op hem maken, anders doe je gewoon echt zo weinig damage. Een headshot gaat ze gewoon in één keer dood. Zo. Oké, go. Ik maak hier gewoon weer vet veel archers. Zo, dat is dat. Nee, ik moet sparen denk ik voor nog meer van die dingetjes. Er komt heel veel air denk ik. Kijk, dan ook weer. Air.
airwaves zijn het ergste. Dat is echt gewoon stof. Met touw die naast met zo'n games. Ik haat ze gewoon. Het is lastig te killen. Oeh. Ik weet niet wat die zijn, maar sure. Nu wordt het wel druk, nu wordt het druk. Oh, het wordt een beetje heel erg druk nu. Shit. Die blaren, dat pakken we wel. Mijn arts doen niet echt veel, denk ik. Oh, kijk, nou, ze doen wel wat. Hier is nog meer. Jezus. Kill all the fire babies. Nog meer? Hoela. Dit is allemaal niet op. Nou, ik vind het niet erg. Ik krijg gewoon nog van die punten door. Dus. Ik vind het wel lekker. Lekker. Even kijken. Ik hier gewoon ook een balie. Hier ook. Dan kunnen ze echt helemaal niks. Dan komen ze en dan schiet het ding zo weg. In gezicht, dat is wel mooi. Kijk, dat bedoel ik. Ik mag niet dood. Ik zal hier beneden lag een potion als het goed is. Hier, en een muntje. Muntjes. Je maakt me zo blij. Muntjes. Step right this way, Mr. Orc. Mr. Orc? Ja. Nou, dat is niet zo effect. Dat is niet zo cool. Is niet super sterk of zo. Ik moet niet zo al mijn woorden zo moeilijk maken. Dat doe ik wel, maar niet doen. Kijk, allemaal headshot op die ogre. Shit, ze komen binnen. De ogre neemt een andere weg. Hij gaat via boven. Daar zitten me trouwens. Dingetjes. Om verdediging, dus dat wil ik niet. Oké, zo goed. Hoppa. Kom erop. Helemaal klaar voor. Helemaal klaar met jullie. Flame ding hier. Dat is helemaal niks. Kijk, ze lopen gewoon erin en ze gaan dood. Wat wil je nog meer? Luie kan niet. Kijk dan. Hoppa. Oh, dood. En ik weet nog niet of iemand anders dit heeft gespeeld. Nou, waarschijnlijk wel. Wordt het later echt super moeilijk. Waar je echt gewoon twee keer het level opnieuw moet doen. Of blijft het een beetje zo? Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Het gevoel dat het wel moeilijker wordt. Maar niet extreem moeilijk, dat je echt over alleen maar vast zit. Dat vind ik wel leuk om te weten. Ook al zijn het wel een soort van spoilers. Maar dat maakt me niet uit. Shit. Air dingen. Kill them all. Die luchtdingen doen toch niet zoveel aan. Zo. Oké, laat maar. Ze doen wel veel damage, dat wel. Oké, okay, gaan we verder. Okay, snel even wat levens halen. Dat heb ik wel nodig. Kan ik hem zo hitten? Nee, dat zal maar niet. Als ik zo vanaf hier kon hitten, dan was het best wel pro geweest. Maar zo te zien ben ik niet zo super pro. Ja, het lukt wel. Even kijken. Ik maak gewoon vet veel van deze. En ik zet ze gewoon allemaal hierop. My bow is yours. Dat is erg mooi. Vriendelijk. Kan hier nog een? Hier kan nog een. Bedoel ik. Holy shit, nu kunnen ze echt niks meer, hoop ik. Oh shit, Cold Runners.
nul rounds, bedoel ik. Kijk, dat, dus, die dingen zijn wel lekker sterk. Maar kijk, check al mijn archers die schieten dan. Zo sterk is dat. Jullie hadden wel gelijk dat archers aardig sterk waren. Ik dacht niet, of niet. Nou, ik wist wel dat ze sterk waren, maar super sterk. Dat is dus wel. Ik moet daar nog een flamey in leggen. Maar daar heb ik geen zin in. Ik doe toch wel even snel. Zo. Hoppa. Ik kan nog één archer inzetten. Dus die zet ik. Shit. Hier neer. Oh, go. Ze komen allemaal weer. Holy shit. Ik kan er toch niks meer, want ik ga toch allemaal dood. Bam. Oké, dus potions werken super goed tegen die drakes. Nou ja, baby draakjes. Meer draken. Het zijn baby fire bats. Nee, fire babies. Zuur. Vuur babies. Juist. weet je, ik zet er ook gewoon een paar hier neer. Ze komen er toch niet door. Omdat ze toch zo sterk. Guardian limit? No! Van guardian limit reached. Ze kan niet meer. Shit, ik ben niet blij mee. Die ook niet, ik ook niet dood. Oké, die glitchen daarboven ofzo. Oké, komt die. Oh nee. No thanks. Een ogre. Guardian, schiet op die ogre. Ah, hij is al bijna dood. Hoppa, hij is dood. Ik denk zomaar dat dit de laatste wave is. Hoop het zomaar. Oh yes, dat was hem. Woe! Oh, mijn water drinken is op. Nou, er zit nog één slokje in. Oh. Dop erop. Gooi hem in mijn prullenbak. Hoppa. Even kijken, buy upgrades. Ik heb nu 17. Wat is dit? Deal more damage. Also stun targets. Ja, ik wacht nog wel even, denk ik. It's more damage of a large blast. Nee, ik wacht nog even. Jongens, dit was weer een episode van Orcs Must Die. We zitten nu in de tower en we zijn al bijna doorheen. Nog alleen dit. We hebben dit allemaal gedaan. Dus we zijn er al bijna. En dan beginnen we met een... nou, dan deze nog. Maar dan beginnen we daarna met een nieuwe... Let's play. Maar jongens, dankjewel voor het kijken en... peace!